Nigeria is het land in Afrika met de meeste inwoners. In het zuiden wonen vooral de christenen, in het noorden vooral moslims. Correspondent Kees Broeren peilde de angst. Onder meer in een kerk waar met kerst tientallen doden vielen. De moslim die hier zichzelf en 42 andere doden koos de gevoeligste plek en de gevoeligste tijd. Diepgelovige christenen vormen ongeveer de helft van de Nigeriaanse bevolking. Elke aanslag wekt verbijstering. I really feel bad if it is there as a human being to have a man to come and destroy the children of God. I feel bad. Maar moslims zelf zijn het slachtoffer van wraakacties, zoals op deze moskee in de noordelijke deelstad Kaduna. Duizenden mensen werden uit hun huizen verjaagd en namen hun toevlucht tot dit opvangkamp. De regering greep niet in. Look at them, see the way they are staying. See the children, their parents are killed. No, and those who did that are none. Are none. Het waren de Britten die als koloniale meesters een land bedachten voor christenen uit het zuiden en voor moslims uit het noorden. Nu zijn het de Nigerianen zelf die moeten bepalen of ze samen wel in dat ene land willen blijven wonen. Samson Dada, een christen, heeft die beslissing al genomen. Bijna zijn hele leven woonde hij te midden van moslims. Nu wil hij weg. Dat is het. This has to go. Wow, the threat in the air is just obvious. It's so obvious. It's so palpable. You can almost cut it. You can almost cut it. Yeah, such changes don't happen without a fight. That was always a bloodshed. When two nations, a nation splits into two, it doesn't go without a fight. Woorden van een angstige burger. De deskundige geeft hem gelijk. As attacks on churches and mosques continue, the country may be plunged into a serious civil strife of which the army can hardly be able to do anything about it.